Even in het kort, hè. Dit is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. En die heeft een programma gestart om piloten die in de oorlog omgekomen zijn, dat die geborgd gaan worden. Die nog vermist zijn. Die er vermist zijn. En ze willen er zo'n 50 tot 60, dacht ik, Frank, hè? 50 tot 60 willen ze er gaan bergen. En meneer Van Bon kan dat beter vertellen, zeg maar. Want u bent eigenlijk de aanleiding dat ze ook bij ons zijn gekomen. Omdat ze hebben gezegd, er is een kansrijke locatie in Lingewaard. En dat is de zesde berging. Ja. We hebben ook wat in de krant van de projectleider die al in Lochem betrokken is geweest bij een berging. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Maar misschien even de aanleiding hoe dat is, hoe u erop bent gekomen. Nou, ik heb toevallig een stukje meegenomen. De mensen die praten erover, die ooggetuigen over Messerschmidt. Maar toen vonden wij een Coolrap. En toen dachten wij, dat is een Fokke Wolf. En wat vonden jullie een? En toen zijn we gaan. Een houtrip. Coolrap. Oh, Coolrap. Coolrap. En toen zijn we dus gaan zoeken. En ja. Dus toen kwamen we er veilig achter, precies waar die lag. En daar vonden we nog het stuk harnas. Parachuteharnas. Toen dachten we van, en ook nog een stukje parachute. En toen dachten we van, die moeten nog inzetten, die is er niet uitgesproken. Dus u heeft ook nog mensen gesproken die het gezien hebben? Ja, Toon. En mijn oma. Ja, Toon heeft gesproken. En die waren hier aan het melken. Hè? Ja. En die hebben dat ding aan horen komen. Toen hebben ze twee in de sloot gelegen. Ja. Tot dat ding naar beneden geklapt. Oh, dat weet ik niet. Ja. Ik weet van de broeder Sluiter uit Huissen, die waren daar aan het schoffelen op het land van Leijzen. Die hadden daar een stukje grond gepakt. En dat waren feitelijk degenen die het echt gezien hadden. Ja, eigenlijk. Ja, dat is de data. Hier komen we over na. Ja, we hebben al. Het ergens eind van dit jaar volgens mij gaan ruimen. Oh, toch wel? Ja, de bedoeling is om dat nog dit jaar te doen. Dat is de wens vanuit Defensie. Hè? Want het is BZK die financiert het en die heeft het bedacht, zeg maar. En Defensie voert het voor het. Ik weet er alles van, want ook mijn ouders hebben moeten evacueren. Dus ik ken de verhalen van vroeger, ken ik goed. En het is hier heftig geweest. Ja. Wat verwacht u nou als straks dat wrak naar boven komt? Verwachten we nog iets herkenbaars of Nou, ik zou het niet durven zeggen. Ik heb geen ervaring. Dus ik ben heel benieuwd net zoals u. Dank u wel. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.